Linderooi viert de week van de verbondenheid samen tegen eenzaamheid. Het succesvolle dorpsrestaurant wordt voor één keer omgetoverd tot de langste eettafel. We vinden dat heel belangrijk om verschillende redenen. Wij kunnen zo onze oudere mensen samenbrengen. En op die manier kunnen wij dus ook mensen die eventueel eenzaam zijn, een stukje isolement hebben, een kans geven om nieuwe mensen te leren kennen. Een stukje ook een informeel netwerk kan daardoor ontstaan. We hebben ook heel veel goede vrijwilligers die dit initiatief mogelijk maken. Dat is toch ook wel heel belangrijk. En zo een stuk samen ervoor zorgen dat we een zorgzame gemeente blijven, zeg maar, voor elkaar. Hè. Het doel van die actieweek is de langste eettafel te maken, om zoveel mogelijk oudere mensen samen aan tafel te krijgen. En dat is gelukt. Zo'n 320 senioren zakten af naar de Stegel voor een gezellig samen zijn. Er zijn heel veel oudere mensen waarvan je niet ziet dat ze misschien wel eenzaam zijn. En die worden dan meegetrokken door anderen en leren zo andere mensen kennen. Zeker een goed initiatief. Het gemak van ons hoeven thuis niet te koken, hè. Ja. Voor deze speciale editie is er een feestelijk menu samengesteld. Ik heb mam metgeholpen met de knieën, die kregen mee op. Dus we zijn al een hele periode getrouwd en hulpen ze elkaar. Hè. En het nagerecht, dat is een verrassing, hè. Dus dat moeten we afwachten, hè. Het splinternieuwe gemeenschapscentrum De Stegel wacht nog een mooie toekomst. 25 oktober is de officiële opening van Studio Stegel. Zeg maar een cinemazaal hier in ons eigen Kinrooi. 25 oktober hebben wij dan de opening, de eerste voorstelling van Studio Stegel. En dan hebben wij niemand minder dan Carmen van de Kampioenen, die de kampioenenfilm komt inleiden. Dus een prachtige opening voor alle Kinrooienaren.